De laatste WK-wedstrijd van de dag was een echte kraker. Spanje en Portugal waren aan elkaar gewaagd en het duel eindigde in 3-3. Superster van de avond was Cristiano Ronaldo. Hij scoorde alle drie de doelpunten voor Portugal. Ander voetbalnieuws. Hidde Ter Avest heeft een droomtransfer te pakken. Hij verruilt het gedegradeerde FC Twente voor het Italiaanse Udinese. Ter Avest tekende vandaag voor 4 jaar bij de club uit de Serie A. Wielrenner Thibaut Pinot zal niet van start gaan in de Tour de France. Thibaut was absoluut een kanshebber voor het klassement, maar hij is niet genoeg hersteld van een longontsteking. Morgen begint de 24 uur van Le Mans en dat betekent dat vandaag de laatste gewichtswijzigingen zijn gedaan. In de GTE Pro-klasse worden Porsche en Ford verplicht om met meer gewicht te rijden. Corvette, BMW en Aston Martin mogen hun auto's lichter maken. Dit weekend is de volledige 24 uur van Le Mans te zien bij RTL 7. En morgen kunnen we ook Messi in actie zien en daar gaat de nieuwe poll over. Argentinië heeft zo te zien jullie voorkeur. Tot zover de sportupdate. We zijn er morgen weer. Fijne avond.